De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Elf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elf. De Kalverstraat met hotel. Welkom, heer Kooijman. U kan gebruik maken van onze bruidssuite. Kost u slechts 2000 ballen per nacht. Wij wensen u een heel prettig verblijf. Even kijken. Ik heb hier nog 100 gulden, dus dat is nog maar 1900. Ons dorp op hypotheek is ook weer 60 gulden. Kom ik er alweer aardig in de buurt. Ja, schijn nou uit. Je bent gewoon hartstikke failliet. Dat zou jij wel willen, Nel Kooijman. Maar ik heb hier ook nog een station, hoor. Daarom heb ik dat net niet met jou geroelen. Dat heb ik achter de hand gehouden voor de moeilijke tijden. Ja, meneertje. Zo doen wij handige zaken, jongens. Dat staat Sion West. Kijk eens even. Ook nog 100 gulden op de hypotheek. Alsjeblieft, Simon. Nel, gooi je. Jacobus, ik kom nog 1740 gulden aan je tekort, hoor. Laten we maar stoppen. Dit heeft geen enkele zin meer. Wat nou? Jaap, je hebt helemaal niks meer. Zus heeft alleen Arnhem, ik heb alleen Haarlem. En Siem heeft de rest met allemaal hotels erop. Siem, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel, Nel. De duivel schijt ook altijd op één hoop. En dat te bedenken dat ik er nog niet eens met mijn gedachten bij ben geweest. Hè? Ik ben in mijn hoofd met hele andere dingen bezig. Hij wel. Ja, ik ben met de laatste tijd aan het verdiepen in de edele goochelkunst. Oh ja, joh, kan jij goochelen? Ja, dan ligt hij zijn hoed op, is zijn haar weggetoverd. Nee, echt waar. Hij is er de hele dag mee bezig en hij kent allerlei trucs. Zal wel. Als jullie de tafel even helemaal leeg maken, dan doe ik er even eentje voor. Ja. Hij wil voor zijn verjaardag een goocheldoos, maar die krengen, die kosten nog een tientje. Zullen we het samen doen? Jullie ook 5 gulden? Hartstikke goed idee, meid. Doen we. Ja, bij iedere Rix. Wel ja, Rix. Als kind maar kan spelen. Let op het springen van de lintworm. De truc met de stuiver. Spannend, Siem. Ik hoop dat hij lukt. Ik heb hem natuurlijk zo door. Ja. Dit is een glas water, een doek en een stuiver. Doek gaat over het glas. Stuiver gaat eronder. Ik hou de stuiver door het doek vast. Ik span het doek over het glas. Ik laat de stuiver vallen. Die zit nou dus in het glas. Ja, hè? Ik zeg. Ceterum sensio cataginem esse delendam. Ik dank u wel. Hoe kan dat nou? Het is onbegrijpelijk, hè? Want je hoort het er toch duidelijk invallen. Ik let er even niet op nog een keer. Even vers water pakken. Vers water? Ja, dat schijnt te moeten. Omdat het Rotterdamse water zo slecht is. Geweldig, hè? Dat Siem dat allemaal kan. Geweldig. Wat is daar nou geweldig aan? Dat kent toch iedereen? Tuurlijk, Jacobus. Jij kent het ook. En daarom mag jij hem nou doen. Ha, ha, ha. Kakken zonder douwen. Glas water. Doek gaat er overheen. Stuiver gaat er. Onder. Hmm. Hou jij me vast, Jaap? Oh ja. Ja. Ja, ik heb spannen me het doek over het glas. Mm-hmm. Laat hem maar los. En dan zeg je ceterum sensio cataginem est delendam. Ceterum. Sensio. Sensio. Cataginem. Cataginem. Est delendam. Est delendam. Haalt het doek maar weg. Gelijk de eerste keer goed. Grandioos, Jacobus. Grandioos. Hey, Jaap, hoe gaat dat nou? Ja, he, dat zit hem natuurlijk in die spreuk. Simon schrijft die spreuk eens even voor me op. Zal ik ze morgen op de zaak eens even een poepje laten ruiken. Wat je gelijk hebt, Jacobus.
En dan kom ik kijken. Ik doe de doek over het glas. Ik pak de stuiver. Doet die onder de doek. Houdt de stuiver door de doek heen vast. Spant de doek over het glas. Laat het stuivertje vallen. En dan zeg ik... 'Ceterum sensio Carthaginem esse delendam. Dan haal ik het doek weg. En dan ligt de stuiver naast het glas. Leg erin, hoor, Jaap. Nee, wacht hem even. Nog een keer. Nog een keer? Ja, even vers water nemen, hè? Dat komt door dat Rotterdamse water, dat het dan wel eens een keertje mislukt. Nou, pech gehad. Nee, doe nou niet zo kinderachtig, Henkie, hè? Weet je wat? Kiet of dubbel? Nou, dat jij het bent. Goedemiddag, helden van de Rotterdamse elektrische... Simon, je komt precies op tijd, want ik ga het er terug doen. Ja, kiet of dubbel, want hij was net even mislukt, maar dat lag aan het water. Oh. Ik hoop eens of zijn je boterham in mijn kassie. Let goed op, Henk, anders dan mis je hem weer. Ik doe de doek over het glas. Ik pak de stuiver. Doet die onder de doek. Houdt de stuiver door de doek heen vast. Spant de doek over het glas, laat de stuiver vallen. En dan zeg ik... 'Ceterum sensio Carthaginem esse delendam. Haalt de doek weg. En dan ligt de stuiver... wederom in het glas. Goedemiddag. Wacht nou even, Henkie. Helemaal niet. Als ik teleurgesteld was over de voorstelling om wat voor reden dan ook, dan was het geld voor mij. En Henk is niet meer zo teleurgesteld geweest als toen zijn ijsje in de zandbak is gevallen. Inderdaad. En dat is 40 jaar geleden. Kun je nagaan. Simon, die truc van jou, die werkt helemaal niet. Kost me nog 3 piek ook. Heb je toch ergens een foutje gemaakt, Jaap? Doe jij het dan nog eens voor? Ja. Pak jij dan even vers water? Oké. Zou het daar dan toch aan leggen, Simon? Aan dat water hier ook, hè? Dat nog rotter is dan bij ons in de Oranjeboomstraat. Nou, lijkt me sterk hoor, Jaap. Het is Maaswater, hè? Dat is door de hele stad niet te zuiveren. Hartstikke. Ja, let goed op. Ja. Glas water. Doek gaat er overheen. Mm-hmm. Stuiver gaat eronder. Ja? Dan pak de stuiver vast, spant de doek over het glas, haal hem los. En dan zeg ik, 'Ceterum sensio Carthaginem esse delendam. Dit was Brandpunt, goedenavond. Hoe ken dat nou, Simon? Ik doe hetzelfde als jou. Jaap, het is een truc. Ja, dat weet ik ook wel. Nou dan. Wat nou dan? Er komt natuurlijk nog wat bij. Hé, tuurlijk. Wat dan? Ja, dat zeg ik niet. Dat zeg jij niet? Nee, natuurlijk niet. Een goochelaar vertelt toch nooit zijn trucs? Ik ben toch je beste vriend? Een goochelaar heb geen vrienden. Dan hebt hij ook geen honger. Inderdaad. Wij goochelaars, wij worden gevoed door het applaus. Wij hoeven niet te eten. Zou voor jou trouwens ook helemaal niet slecht zijn, hoor, Jaap. Niet eten. Ken je van de zomer misschien je bikini weer eens aan? Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, Jaap. Je weet wat dit betekent. Ja, Jaap. Nou, Jaap. Met je bikini aan, ken je mijn assistent te worden? Ja! Ja!
Ceterum sensio Carthaginem esse delendo. Hallo, ja! Ah ja! Kijk eens wat we allemaal hebben. Een goocheldoos. Een echte hoge hoed en een toverstaf. En dan gaan we boven dus de boel versieren. En Sim zal niet weten wat hij ziet, hoor. En dan krijg ik voor jou nog een riksdaalde, want die heb ik zo lang voorgeschoten. Ja, en nu gaan we die taart bakken. Ja. Nou, origineel en mijn compassiums recept, een turftaart. Is heel handig, hoef je geen kaarsjes op te zetten, kan je zo in de brand steken. Mat ik niet eten? Jawel, ik heb vanmiddag een heerlijke pan snert gemaakt. Wij hebben al genomen, we nemen zo meteen wel even een boterhammetje. En jij hoeft alleen even op te warmen. Even op te warmen? Ik heb de hele dag op de bus gezeten. Ach, wat hebben we het weer zwaar. En vanmiddag al niet gegeten omdat ik mijn truc moest oefenen. Maar je kent hem toch al? Als ik eindelijk afgetopt thuis kom, kan ik een beetje mijn eigen eten op gaan staan warmen. Erg, hè? Waar heb ik nou eigenlijk een vrouw voor? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Jij bent hier de huisvrouw, hoor, Nel. Ik weet niet of je weet wat dat inhoudt. Geen idee, nee. Nee, dat dacht ik al. Nou, dan zal ik het je vertellen. De huisvrouw hebt ervoor te zorgen dat het de heer des huizes aan niets ontbreekt. Zij lapt de ramen, zij schrobt de vloeren, zij klopt de kleden. Allemaal dat de heer des huizes, als hij thuiskomt, wiens brood zij eet, in een gespreid bedje terechtkomt. En de heer des huizes, nou ben ik. Waar de man woont, draagt hij de kroon. Je snert staat in de keuken. Eet smakelijk. En die knaak van dat cadeau kan je ook op je buik schrijven, want die stokvis is de dag van mijn doodkist. Ceterum sensio Carthaginem esse delendum. Kom jij doen? Ze hebben me eruit gegooid. Ze zijn bezig voor morgenavond voor mijn verjaardag. Ja, van jou zijn ze bezig, ja. En ik sta hier mijn eigen snet op te warmen. Lekker, Jacobus. En denk nou maar niet dat ik morgen gezellig op je verjaardag kom, want ik wil helemaal niks meer met je te maken. Natuurlijk kom je wel. Je bent mijn beste vriend. Goochelaars hadden toch geen vrienden, hè? Simon, leert mij nou die truc. Jacobus, dat is mijn lievelingstruc. Die leerde ik je nog niet, al gaf je me de kietel dood. Maar ik kan je wel een andere voordoen. Oké. Als het maar een goeie is. Ik ken alleen maar goeie. Goed opletten, dan heb je hem zelf onder de duim. Het is de truc met de vingerhoed. Oké. Ik heb hier een vingerhoed. Ja. Dat doe ik onder mijn hoed. Ja. Dan zeg ik, vingerhoed, vingerhoed, ik weet waar ik je zoeken moet. Vingerhoed, vingerhoed, ik weet waar ik je zoeken moet. Ja. En dan zit die... Ja hoor, hier. Simon Grandioos, nou ik. Kom hier met je hoed. Nee, ik kan het gewoon in je zak. Ik heb hier een vingerhoed. Ja. Die doe ik in mijn zak. Ja. Dan zeg ik, vingerhoed, vingerhoed, ik weet waar ik je zoeken moet. Heel goed. En dan zit die... Hier. Hé. Hey. Simon, hij zit nog gewoon in mijn zak. Ja, doet het nou nog een keer, langzaam, hè. Ja. Dan duw je hem eerst in je zak en dan haal je hem uit de fruitschaal. Oké. Ik heb hier een vingerhoed. Die doe ik in mijn zak. Dan zeg ik, vingerhoed, vingerhoed, ik weet waar ik je zoeken moet. Zit ie! Hoe ken dat nou, Simon? Ik heb het al gezien, Jacobus, je hebt er totaal geen aanleg voor. Totaal geen aanleg voor? Nee.
Dat zou dan de eerste keer zijn dat ik ergens geen aanleg voor had. Die Kobus is de simpelste truc die er is, de truc met de vingerhoed. Als je die niet kent, dan kan je beter geen goochelaar worden. Anders kennen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Wat dan? Een neef van mij, die dacht ook dat hij het kon, heeft hij met zijn schoonmoeder de truc van het doorgezaagde weesmeisje gedaan. Zit hij nou met twee schoonmoeders? Simon, doe dat nou nog eens even heel langzaam voor. Nou ja, ik scheid ermee uit met jou, anders krijg ik problemen met de goochelbond. Trouwens, ik zit nou lekker te eten. Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, ja. Je weet wat dit betekent. Oh, je Kobus, vind je het goed dat ik die pan meeneem? Nee! Ik heb hier een vinger op. Die Jaap. Kom goed verpast die drie piek, Jaap. Ben ik lekker met mijn hospita van La Venetia geweest. Weet je niet nog een truc? Ga ik vanavond weer. Wees jij nou maar blij. Want sinds gisteravond weet ik een truc. Daar zou ik jou helemaal op leeg laten lopen. Oh ja? Ja, maar ik mag hem niet doen, want dan krijg ik last met de goochelbond. Wat is dat dan voor een truc? De truc met de vingerhoed. Oh. Jij bedoelt deze. Vingerhoed, vingerhoed, ik weet waar ik je zoeken moet. Nou jij. Ik ken hem niet, Henk. Kun jij hem niet even voordoen? Daar kan ik niet aan beginnen, ja. Mijn eerste op het spel, Henk. Ik heb toch geen leven meer? Simon kan goochelen. Moet ik toch ook kennen goochelen? Ja, maar een goochelaar die vertelt nooit zijn trucs. Maar ik heb jou toch gisteren die drie piek laten winnen? Ik weet het goed gemaakt. Ik verkoop jou een truc voor een piek. Ja. Die kent Simon vast niet. Daar kan jij goud mee gaan verdienen. Maar niet zeggen dat je hem van mij hebt. Nee, natuurlijk niet, Henkie. Kom op. Het is de truc met de schuifduim. Henkie, hoe doe je dat nou? Kijk, je doet je hand zo, je doet je duim zo, je doet deze duim zo, je doet je vinger eroverheen. En schuiven maar. Heel goed, Jaap. Heel goed. Hij is grandioos, Henk. Dan kan ik toch weer zijn poepie laten ruiken. Jaap, voor nou en nog eens. Jaap. Ben je nog boos? Simon, kom nou eens even zitten. Er is toch helemaal niks aan de hand? Zeker weten? Natuurlijk, jij bent altijd zo fijngevoelig. Als ik jou eruit gooi, dan betekent dat toch niks? Dat is bij wijze van spreken. Dat moet je met een korreltje zout nemen. Zout mij dan voor boekeloos, zou je bedoelen? Neem nou eens een lekkere boterham. Simon, jij bent natuurlijk een hele behoorlijke goochelaar. Dankjewel, Jaap. Maar je repertoire is zo beperkt. Dat gedoe met dat glaasje water en die vingerhoed is allemaal leuk en aardig, maar dat kent natuurlijk iedereen. Wat jij nodig hebt, is een wegwezer aan het eind van je optreden. Zou je denken? Anders kom je nooit uit de schaduw van Fred Kaps. Nou heb ik voor jou een truc, daar maak je een zaal mee gek. En die heb ik te koop voor een knaak. En dat is voor niks, want Van den Berg net hier, die wou er een tientje voor geven. Zo, nou vraag ja. Kom op, het typoen. Ja, maar ik wou me eerst even zien. Geloof me soms niet. Ja, nee, ja, nee, ja, maar hij moet natuurlijk wel in mijn optreden passen. Het is een hartstikke goeie man. Ja, waarom juist? Misschien is hij wel te goed. Het is mijn hele show uit balans. Oh, zo. Begrijp je? Let op. Het is de truc met de schuifduim. Ja. Ja, dan zou jij wel willen weten hoe die gingen. Nou,
Nou, voor ik hem nog een keer heel langzaam voor je voordoet, wou ik eerst even met je afrekenen. Ja. Ja. Gaat hij niet zo. Eruit. Helemaal niet. Eruit. Ik moest het toch met een korreltje zout nemen. Sensio Catarina Messe de Lendon! Gaat met zus de truc van het doorgezaagde weesmeisje doen? Dan heb ik natuurlijk een assistent erbij nodig, dus wil jij je bikini ervan? Eruit. Geintje, ja, toch een geintje, man. Ga nou mee naar boven, het is hartstikke gezellig. Ik ga dan liever naar een begrafenis. Ja, wij hebben het goed gemaakt. Ik leer je een truc en die kun je dan boven doen. Ja, ja, dat zal wel. Eerlijk waar, het is een hele goeie. Let op, het is een truc met de vingers. Ik heb hier een doek. Steek ik een vinger op. Leg de doek eroverheen. En dan zeg ik... Hop, hop, hop. Hoeveel vingers steek ik op? En dan zijn het er in 1 en 2. Nou ja. Hop, hop, hop. Hoeveel vingers steek ik op? Ken dat nou, Simon? Ja, let op. Ik steek 1 vinger op. Ik doe de doek eroverheen. En onder de doek doe ik er gewoon een vinger bij. Ik zeg hop, hop, hop. Hoeveel vingers steek ik op? En ik heb er 2. Ja, maar dat is toch niet eerlijk, Simon? Jacobus, dat is goochelen. Dan sta je de boel gewoon een beetje in de maling te nemen. Maar natuurlijk! Maar dat kun je toch niet maken? Ja. Jij gaat nou mee naar boven. De hele riool zit er. Je vraagt de man een kwartje. Dan doe je die truc, heb je zo'n knaak verdiend. Top. Kun je ook weer van Nel af? Hoezo? Nou, die krijgt toch nog een knaak van je? Dat is een cadeau voor mij, die goocheldoos. Hallo. Sta ik een beetje geld voor jou te verdienen? Met mijn truc? Eruit. Eruit. Ja.